Hoi mensen, mijn naam is Tom. Vandaag zien jullie weer iets anders dan Minecraft. Ik doe weer Mortal Kombat Domination. Ik ga iets zachter. En dit is op de map Sandstorm. Ik speel bij het begin dus met een shotgun. En dit is nog steeds die ene level hack, maar ik heb die ongeveer al twee maanden alweer weggegooid. En ik heb nu al legit een level 30 heb ik ongeveer dus al. Alleen ik had even niet zo zin om dit op te nemen, dus pak deze oude nogal van tevoren opgenomen er even bij. En ik ben eruit, ik ga een serie starten. Want ik zei iets zo van dat ik een serie van FPS games zou doen. Dat is niet geworden, ik doe een serie van alternative games. En dat noemde ik dus alt games. Oftewel ALT en dan games. En wat ik wil gaan doen, ik wil dus games die niet heel vaak zie op YouTube of zo. Dat is dus deze. Dat is een soort van alternatief voor Call of Duty of een soort van Counter-Strike-achtig. Dus ik ga misschien Counter-Strike doen. Global Offensive misschien dan. En ik heb ook een ander spel gezien. Dat is een beetje een soort van een beetje babyspel-achtig. En dat heet Chicken Story of Pig Rush. Ik ga ook van zulke spelletjes allemaal doen. Van die simpele spelletjes of gewoon internetspelletjes. Omdat het gewoon leuk is en het kan. En ook zulke dingen zoals Robotech, dat hebben we gisteren uitgeprobeerd. Dat is dan een soort van met een robot gaat van anderen moet je twee dingen afschieten die je krijgt door middel van geluk. Maar ja, je ziet wel, ik ga nog veel allemaal andere games doen. Ik kan wel even kijken wat ik nog meer heb. Oh wacht, nu stopt hij niet met recorden, oké. Okay. Frontline Commando, Nova 2, Fast 5, en ik heb nog Call of Duty, want dat is niet echt alternative. Uber Strike, even kijken. Mini Racers en Angry Hills, Chicken Story. Kijk, ik had nog meer op mijn computer op staan. Oh, ik heb nog Rollercoaster Dinger en Red Crucible 2. En verder, al die andere games die ik heb staan, die ken je vast al. Het is gewoon Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4. En Minecraft. En dus deze Mortal Kombat Domination. En laat ik eventjes checken in de App Store of er ook andere games zijn. Open opnieuw. Zo'n tier dat je ondertussen dus doorgaat met spelen. Even wat laden. Dan ben ik aan het uploaden en dan is het tegelijkertijd weer aan dingen aan het downloaden. En toen ging het heel hard regenen buiten. Dat is geen goed teken. Dat hoor je misschien vast door de microfoon, aangezien ik niet de beste microfoon heb. En ik wil binnenkort een hele goede microfoon gaan kopen. Is dat wel leuk. Maar ja, internet is nogal een beetje traag op het moment. Dan probeer ik het nog een keer op te kijken. En ik eet even een stukje van Tosti, aangezien die kalf dat te worden. Lekker. Oké, ik kijk even wat voor games er nog zijn. Top gratis Screen Snake heb ik al. RC Mini Race heb ik al. Motorbike Light. Ziet er cool uit. Installeer app. Wachtwoord, gaatje, niks aan. Enter. En je gaat downloaden. Mooi. Als jullie zelf suggesties hebben voor games die ik kan spelen voor deze serie van alt games. Maar Minecraft hoort daar niet tussen. Misschien wel games in Minecraft. Aangezien Minecraft een best wel bekend spel is. En alternative meer betekent zo alternatief een... hoe noem je dat? Bepaalde optie, een tweede optie of zoiets. Zo leg je dat goed uit. Maar kijk even of er nog andere games zijn die leuk zijn om dit te doen, de serie. Lego Batman 2, nou, zeg maar niet zoveel. Super Snake HD. Civilization 5. Nou, ken ik, maar daar ben ik niet zo fan van. GTA. Nou, is dat een idee? GTA San Andreas. Of GTA Vice City. Of kijken.
Trine 2. Die ken ik ook wel. Maar ja, we zien wel. Sprak ik uit de apps toch even af. En de commentator is al bijna ten einde gekomen. Hij gaat tot 5000 punten. En aangezien ongeveer 30 seconden, 20 seconden lang in het filmpje kun je het niet pauzeren. En als ik eigenlijk nu 20 seconden in de verleden kijk, het filmpje nu, is het best wel irritant. Dus ik spoel eventjes door. En ja, dan is het rond nu ongeveer dat ik het toren op ren en mijn laatste schot neem. Dat is nu, denk ik. Maar ja, dat was deze commentary van de Modicum Donation. De volgende keer ga ik misschien Robotech doen. Misschien vind ik dat niet zo heel leuk, aangezien dat het een beetje zo'n softy game is. Het ziet er niet bepaald spectaculair uit. Het is wel mooie graphics, maar het is geen FPS game of zo. Het is meer een... Ik weet niet, maar ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.